Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Suriname niet onopvallend aanwezig op vakantiebeurs Utrecht. Chinese gemeenschap bereidt zich voor op jaar van het konijn. Minister Ramadien waarschuwt tegen gevaar lachgas. En regering interesseert 3F Industries Limited voor investeren in Suriname. Suriname is deze maand niet onopvallend aanwezig op de vakantiebeurs in Utrecht. Het evenement dat op 11 januari van start is gegaan, duurt tot zondag 15 januari. Behalve het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is ook de Suriname Hospitality and Tourism Association vertegenwoordigd. Samen met 11 lokale ondernemingen wordt Suriname aangeprezen als toerisme-destinatie. U hoort toerisme-directeur Rabindranath Buddha. We staan, we hebben heel groot uitgepakt op deze beurs in Utrecht. We staan daar met 11 bedrijven en met TCT erbij 12. Het gaat erom dat wij inderdaad Suriname op de wereldkaart proberen te plaatsen, toerisme-wise. Het gaat erom dat we bekendheid willen geven aan de huidige bezoekers en de toekomstige bezoekers van wat Suriname te bieden heeft. En u hebt het al aangehaald. Onder de slogan Suriname, the hidden treasure of South America, proberen wij ons land, ons mooi land, daar bekendheid te geven. Ja, dit jaar hebben we het heel anders aangepakt. En we hebben de private sector bij elkaar gebracht. Was het voorheen dat daar, eigenlijk voor de COVID-periode, dat de bedrijven op zichzelf daar gingen staan, zelf de kosten gingen betalen. En dan had je dat één bedrijf in hal 1 staat, een andere staat in hal 2. En zo had je dan een stukje spreiding waarbij Suriname verspreid stond. Begrijpt u? Dit jaar hebben we iedereen bij elkaar gehaald, de totale private sector, en gezegd van luister, samen met TCT, wij gaan ook bijdragen aan de kosten. Laten we één voice maken en Suriname daar groot presenteren. En dat is aardig gelukt. We staan op 48 vierkante meters met 11 bedrijven, TCT erbij 12. We hebben speciaal voor deze beurs hebben we de destinatiegids geproduceerd. 52 pagina's. Full color in het Engels en middels een QR-code dezelfde destinatiegids in het Frans en in het Nederlands. Daarnaast is er ook nog een promofilm in elkaar gezet om de diversiteit, het toerismeaanbod van Suriname ook daar een bekendheid te geven, eigenlijk te laten zien. En binnenkort, het is al deels in beeld, komt de nationale marketing en branding website van Suriname, de toerisme website van Suriname, www.suriname.travel. Ik hoop dat het eind van de maand helemaal in place is. En dat wordt in feite de grootste en de modernste toerisme website. Eigenlijk gaan we de goede kant op. De sector heeft zware klappen mogen incasseren. Dat gaan we niet onder stoelen of banken zetten. Wereldwijd is het de sector die het zwaarst is getroffen. De recovery fase is al ingezet. Als we naar de cijfers kijken van de arrivals op de airport, dan zitten we al op zeker 80% in vergelijking tot wat wij in 2019, dus voor de pandemie, hadden. Ook zien wij dat de bezettingsgraad bij de hotels en de oorden en de vakantieoorden in het binnenland meevalt. Ook als je naar het Zanderijgebied gaat in de weekenden. Recent hebben we de vakantie gehad.
De orde hebben heel veel positieve reacties gegeven aan ons dat het stukken beter gaat nu. En wat we ook vaak zien, en dat is ook wereldwijd zo, dat toerisme een heel grote veerkracht heeft. Dus de mens is eenmaal zo ingesteld. Als het weer veilig is, gaat men weer beginnen te reizen. Gaat men weer naar de orde. Gaat men weer op vakantie. En die fase zijn we ingestapt. En vandaar dat wij ook nu heel hard werken aan die marketing en die promotie van al onze toeristenproducten. De Chinese gemeenschap in Suriname bereidt zich voor op het Chinees nieuwjaar. Volgens de Chinese kalender het jaar van het konijn met als startdatum zondag 22 januari. Ma Xingrui is voorzitter van de Suriname Chinese Business Alliance. Hij staat in gesprek met de communicatiedienst Suriname, onder meer stil bij de relatie met de regering en overige organisaties. Xingrui blikt ook vooruit op enkele activiteiten. Ja, ayali di si uabi di kolasi ma upo teng sama na na Chinese immigrasi hong the 70 year. Das ude bisa na wang tu project das happy kong der bay for bay di aquaculture project sang Chinese lang di support gi sini nam u hopu ta ifia teki uno organisasi teki de Chinese sang sabi sina sei auto uteki di loka betelep da udo sama fu develop di aquaculture fu meki di sema molo molo kontre ekonomi ko molo bunga. Okay, ing na apa lo ya to de se wang lo po lo beng de na chinisi weng ke na minister fang ekonomi sa ken de na chinisi sam sa abi wang ching sa mui lo ing ta tu de se ya wang so tu sam se wang san no fast tang op ta engge da ano wang ta klo san ma uno e de happy deng de se wang polo ki me ke de chinisi weng ke li na nga Suriname lekeleng awang komunikasi terus ate iwang problem opsang efnya uno dau cari gele kene le kene wang so tu uang wang tu de frahang o wang tu sang de no de ei opsang efnya uno gi eng o tu di organisasi fu SCBA cari al di investment di import di data happy akong dole dry ekonomi auto ya dan sekomo de ya u doang angta fu dengi auto fu di lang di auto di via SCB organisasi luku mingsta fositeng Suriname so abi kwangtong Chinese et kongja da ya abi dri organisasi facha sang we kong itong sang na song fa fe kong to ma no nu de se kong tong na wang gulu pro feng si ing china de fulu so ma no kong molo da chini se kong fo ofo ha fo china da ara di pro feng si abi chini si kong ja no ma da ara di pro feng si eng abi e ki ta abi e ki fo krupen ko cho fo be tu ma da di Mingsta de kong sama elobi yang satu yang sama elobi tak yang satu lelengo sama elobi ma uno SBA de se uno trobi nang satu provinsi e kong sang ide sama da ukang miki ala sama ma wang kantra go tu matrat bepale organisasi tu eng eki pate wolo ko we anu ta da foskeren de fungsi foskeren de do ya ma uno molo fulu foko ing di Lisa, the business. Mm-hmm. Ya, yeah. Auto wang tu kocok-kocok ni. Obey tu, mak ming sta ming fungsi fung uno na business. For what thing fung uno luku kau mula ya mi dengi o. Wajar go dolo, auto u no de wang cing problem de nang akong de de social security wang cing so problem. Ude bisa na ministeri fang justice and police, o bo wang ukali
social en politie veiligheid unit. Dus hoe investment van aantal equipment. Bijvoorbeeld een app, dan heb je alles om je telefoon, een SOS system. Ja, dat is ook bij een auto, met die security lane, die Chinese winkel lang. Dus met die denk aan hati-hati kan zich dan zien, zo kan doen veilig zijn. Ja, auto kan zo'n fase ook kan jaren die molen investment. Kaas in hem. Nu ik u heb 500.000 zomaar tangja. Telah kongtel dat ja, je met geen consumptie molen. Maar wat kongtel is, consumptie normaal ja. Kongtel ik volle, omdat 500.000 duizend population ja in tweede wang kongdere follow sang abi na wang low income in up more full money for spend so if one follow and wang ja kongdere economy go moi investment na molo bung molo fasi fu make a kongdere ja de go fe dadam uden bisa fu make ja di molo invest kong ina kongdere if invest kong invest ya cha kongdere go for the auto you can be produce export ya double income for a kongdere that automatic sa economy that in a focus a position sa udeno fu ja di fu du uno mingwela in a komode ya. Het Openbaar Ministerie heeft op donderdag 12 januari een 40-voet container inhoudende een aantal cilinders lachgas in beslag genomen. Dit gas lijkt de afgelopen periode in zwang te komen in Suriname. De actie van het Openbaar Ministerie kwam slechts 2 dagen nadat minister Amar Ramadine van Volksgezondheid op een persconferentie had gewaarschuwd voor de gevaren van lachgas. Wij nemen u mee naar dit moment. Minister Ramadine zegt dat het gebruik van lachgas kan leiden tot bewusteloosheid en hersenschade. Verder kunnen er diverse gezondheidsklachten optreden. Het gebruik van lachgas is drastisch toegenomen op feestjes. De bewindsman benadrukt echter dat het verboden is het middel op deze manier te gebruiken. In 2020 is bij ministeriële beschikking vastgelegd dat de import en het gebruik van lachgas voor recreatie verboden is. Het mag uitsluitend in de medische zorg toegepast worden en wel onder toezicht van een specialist. Lachgas is verder van toepassing in de auto-industrie en bakkerijen. Minister Ramadine merkt echter op dat er nu mee geëxperimenteerd wordt. Hij deed melding van verontruste ouders wiens kinderen ziek zijn geworden. Daarnaast wordt middels flyers lachgas in ballonnen aangeboden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met het ministerie van Justitie en Politie overleg gevoerd omtrent ordehandhaving op dit gebied. Ouders wordt geadviseerd de politie in te schakelen wanneer zij vermoedens hebben van het gebruik van lachgas. De Surinaamse delegatie in India heeft op vrijdag 13 januari onder leiding van president Santokhi een ontmoeting gehad met de 3F Industries Limited. De Indiase onderneming is gespecialiseerd in oliepalmteelt en verwerking. Het onderhoud in New Delhi vond plaats tegen de achtergrond van het aantrekken van investeerders voor Suriname. Wij brengen u terug naar het moment. Well, we didn't start a project, you know. What essentially happened is almost about 15 years back, our company and the Suriname government signed an MOU under which, you know, we expressed our interest in investing into an integrated oil palm project in Suriname. And the government of Suriname also expressed their intent in providing us the necessary support to invest our money in Suriname. Subsequent to the signing of the MOU, we made a business plan. A business plan was submitted to the government of Suriname. There was a lot of question and answer which went around the business plan. Finally, the business plan was accepted by the government of Suriname. And then we signed an investment agreement with the government of Suriname. Now, as part of the investment agreement, the government of Suriname was to give us around 40,000 hectares of land suitable for oil palm, this entire project. And we would invest the required amount into the project. There were many other such aspects which were covered in
in the investment agreement in terms of what we are going to bring on to the table apart from the investment and what the government is going to provide us. All these aspects are captured in the agreement. Subsequent to this, we formed a company in Suriname and wanted to start our activity. So subsequent to the signing of the agreement, we started a company in Suriname. And what was expected from the government of Suriname is to provide us the land. The government of Suriname did provide us a particular parcel of land, and we sent our technical team to survey the land on the suitability for this project. After the survey, we did inform the government, we gave our acceptance, yes, this land is suitable. Subsequent to this, the next step was to formally give the land to us and get the agreement, the entire investment agreement passed in the Parliament of Suriname. Very surprisingly, things came to a standstill thereafter, and there has been no progress since then. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond en een fijn weekend.